kunt. Nou, dat is hartstikke leuk dat. Dat is het nieuwste aanwinst. Hé? Hé? Ja toch? Ja, ja. Ga je mee naar het stadion? Ga je mee naar de club van rood en wit? Je zoekt een plaatsje in de zon. In de zon. Ja, Piet, wat is dit? Ja, dat is weer een kleine verrassing. Dat heb ik verleden week heb ik al gedaan. Dat moet ik voor mijn vrouw doen. En als je ziet, hangen hier al een paar leuke foto's. Cor Kibo met Geert Verkerk, 61 toen we kampioen werden. Nou, en hier heb je Guus Broks, voorzitter geweest. En Ben Peters, trainer. Die hebben dat legendarische elftal toen aan Ernst Happel gegeven. Toen we de Wereldbeker en de Europacup wonnen. Nou ja, en als je zo ziet, hebben we hier ook een beetje Kraaienmaat in een gipspootje. En Koemelijn in zijn gipspootje. En hier heb je dan de legendarische Puskas met Frans Bouwmeester samen. En hier de afscheidwedstrijd van Hanegem. Hier zo. Nou, dan heb je hier ook van Kerkum uit 61 met de krans. En hier ook de afscheid van Ruud Heus met Peter Bos samen hier zo. Nou, en hier heb je afscheid van Koen Lijn. Kreeg hij een cadeau, een mooie schaal van Cor Veldhoen. Ja, dat is allemaal wel leuk. En hier ook Paul Bosveld. Toen in elkaar geschopt werd door die vink. Ja, nou ja, je ziet het. Ook door onze Beer en Koen is Feyenoord kampioen. Nou, en... oh ja, dat is... Van Gastel is dat, sorry. Ik had er net een foutje gemaakt met Paul Bosveld, maar dat is Paul van Gastel is dat, sorry. Ja. Nou ja, dan heb je hier al... ook nog een paar leuke foto's hangen hier zo. En dat is pas nieuw gedaan, dat wc'tje. En dat ga ik nou weer uitbreiden volgende week. En dan ga ik hier die hal ook doen. Dan heb ik toestemming gehad voor mijn vrouw. En dat had ik niet verwacht, dus dat is leuk. Piet, dit is dus jouw museum? Babykamer? Ja, je kent wel. Ah, dat is ook wel leuk, mijn babykamer. Nou, dat is het mini-museetje. He, dat is wel leuk zo. Zoals je ziet, verzamelen wij hier alles. En ik heb pas dat ding hier ook binnengezet. En daar heb ik allemaal mijn spulletjes in staan. Zoals je ziet. En het ene is nog leuker dan het ander. De Feyenoord taarten, de borden, de bekers, glazen, aanstekers. Alles staat er netjes in. Ja, toen werden ze kampioen daar zo. Nou, je ziet diverse voetbalschoenen allemaal hangen. Jozef Kieperits, Robby Witsek, Vrezen, noem ze maar op, Van Gobbel. Nou ja, en ieder jaar krijg ik ook altijd een shitje. Ieder jaar krijg ik altijd een shitje van een trainer met alle handtekeningen. Daar heb ik al diverse heb ik hiervan. En dat vind ik ook altijd wel leuk ieder jaar. Ik heb er eentje van Kroes ook, maar ja, die hangt in de Home of History. Hangt die nou, want... ik heb aardig wat spullen uitgeleend, omdat er in de Home of History van Feyenoord is een tentoonstelling. En daar staat ook een hoop spullen van mijn. Maar ja, als je ziet, dan blijven er nog wel genoeg spulletjes over. Hey, je bent een oud shit van ACS. En ik heb hier nog een oud shit van de Gouden Gids. Heb ik hier nog een oud shit? Naar de club van rood en wit. Je zoekt een plaatsje. Want die lijst ook hier zo van Paul van Gastel. Die heb iemand voor me gemaakt. Nou, dan heb ik hier ook die sleutelhangetjes heb ik hier zo netjes omheen gedaan. En dan is dat weer niet zo kaal. Want ik wou eerst de kamer wou ik eerst nog gaan behangen met Feyenoord behang. Dat is dan ook weer nieuw, Feyenoord behang. Maar ja, dat zie ik nou niet zo zitten. Dan moet ik alles weer van de muur af gaan halen. En, dat is me een beetje te veel werk. Dat vind ik weer zonde om dat allemaal te doen. En dat zijn allemaal platen, die zijn allemaal van de krant. En een kennis van me die werkt bij de krant, die is drukker.
En dan krijg ik iedere week één of twee of drie platen van. Leg er dan wat er in de krant komt te staan. En dan bewaart hij die altijd voor me. En qua ruimte, dat neemt een hoop ruimte in beslag. Ja, ik, voor het groeien en is het allemaal hier veel te klein. En dat vind ik wel jammer. Het zou leuker wezen als het groter ging worden. Maar zoals ik, diverse mensen hebben wel eens tegen mij gezegd, maar we gaan hier een andere grote ruimte zoeken. Maar ja, dat kost geld. Dat kost een hoop geld en ik ben van de week weer aangesproken door iemand en misschien tot ik geholpen gaat worden met subsidie. En ik ben toch van plan om een grotere ruimte te gaan zoeken en om de spulletjes allemaal netjes uit te gaan stallen. Hè, want zoals je ziet ook, ik heb hier ook fijne kostuums. Kostuums van de spelers allemaal. En je hebt hier ook, ik heb hier schoenen van de spelers. Kijk, hier hebben we de kostuums. Kijk, en nou legt dat allemaal zomaar. En dat vind ik allemaal zo zonde. Je kan er zo weinig mee doen. En dan. Feyenoord zelf? Ja, Feyenoord zelf. In het stadion? Nee, ik heb er nog nooit over gepraat. Ze weten het en ze zijn er zelf ook nog nooit over gekomen. Maar dat zou wel leuk wezen als het in samenwerking kon komen met Feyenoord. Als je zoiets kon gaan doen. Want ik zeg nogmaals, je ziet deze kamer, ik heb dan daar nog een kamer met spullen. En dan is nog niet alles, want ik heb nog veel meer spullen staan. En ik kan gewoon alles niet kwijt. En dat is juist zo jammer. Want ik kan zoals deze kamer, kan ik nog wel 10 kamers doen. We zitten nu in de kamer van Pietje. Nou, dit is de kamer van mijn zoon, zoals je ziet. Hier slaapt hij. En hier heb ik nog een paar foto's, een paar leuke foto's van. Toen was hij een jaar of 6. Met Joop Pielen, met Kenneth Monkau en met Retsie Blinken. Toen was hij een jaar of 6, 7. En toen ging hij ook elke wedstrijd? Ja, ging hij iedere wedstrijd ging hij naar Feyenoord toe. En in de laatste jaren gaat hij ook alle wedstrijden uit. Hij ik kan wel gerust zeggen, door heel Europa met Feyenoord meegewezen en alles. Nou ja, zie je hier ook weer diverse shitjes hangen van de spelers. Hier heb je een shitje van Ronald Koeman, hier zo. En hierachter heb je een shitje van Clemens Swijnenberg. En dat zijn weer posters, die krijg ik dan weer van de televisie. Die posters die krijg ik dan van de televisie. Het is allemaal fijn wat hier ook klinkt. Dan hebben we hier ook nog een paar leuke foto's met diverse spelers hebben we hier ook. Dan hebben we hier ook nog oud elftallen van Feyenoord allemaal hier zo. Uit de jaren 80 allemaal en 92. Ja, zoals je ziet, we sparen alles. En ik heb geprobeerd zoveel mogelijk op te hangen ook. Ja, alles lukt niet. En dan heb ik hier ook nog wat boekjes. Hier onderlaatst heb ik van een man zo'n kleine 100 van deze boekjes gehad. Zo'n kleine 100 boekjes. En mijn zoon die vond deze tekening, die vond hij zo mooi, deze tekening. Toen zegt hij tegen mij, hij zegt, pa, moet je luisteren, hij zegt, zou je het goed vinden, hij zegt, als ik deze tekening als tatoeage op mijn been neemt. Ik zeg, je weet hoe ik erover denk. Ik zeg, ik vind alles leuk, lief en aardig. Ik zeg, maar om een tatoeage op je lichaam van Feyenoord. Ik zeg, het einde is zoek natuurlijk. Hij zegt, ik ga het toch doen. Ik zeg, je bent oud en wijs genoeg, 20 jaar. Ik zeg, dan doe je het maar. Ik vind het achteraf vind ik het wel mooi hoor, dat wel hoor. Ik vind het wel hartstikke mooi. Maar ja, ik persoonlijk moet het niet hebben. Ik zie het al niet zitten. Maar ja, goed, hij is zijn eigen baas. En en dat zijn hele leuke boeken zijn dat. Dat gaat allemaal over de jaren 50 en jaren 60. Dus ik hoop, als dadelijk deze uitzending dadelijk komt. Ja, tot daar dan toch ook wel weer een beetje een leuke reactie op komt met spulletjes. Dat zou ik wel leuk vinden. Ja, je ziet hier ook wat posters hangen. Alles is Feyenoord. Alles.